Goedemorgen, het is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe video. Ik ben even een theetje aan het zetten en ik ga nu eventjes een update opnemen van na de operatie. Het is nu 7 weken na de operatie. 8 weken na de operatie, ik weet het even niet, maar in ieder geval rond die tijd. Dus ik ga een update opnemen. Mijn haar wil niet, auw, trek mijn oorbel eruit. Maar dat maakt niet uit. Hoppatee, want ik ga straks naar de kapper, dus dit komt allemaal goed, maar... Nu zijn er geen kinderen, dus nu ga ik snel even filmen. Ik heb even de update opgenomen. En toen was ik over de vakantie aan het vertellen. En toen dacht ik ineens, ik moet nog even melden dat ik niet helemaal zeker weet of er een vlog online komt als ik net terug ben van vakantie. Dat heeft met een aantal dingen te maken. Enerzijds, ik ga niet mijn laptop meenemen op vakantie. Ik ga gewoon lekker een vakantie hebben met de kids en niet... werken. Maar in principe werk ik wel helemaal vooruit. Even dit terugzetten, jongens. Zoiets. Ik werk wel vooruit. Alleen, ik heb direct na onze vakantie heb ik een bruiloft in Frankrijk. En ik weet niet of ik het daartussendoor nog red om deze, om de vakantievlogs te bewerken. Zeker ook omdat ik ook alle wasjes moet draaien, het huis schoonmaken, omdat mijn ouders dan hier slapen met de kinderen. Dus dat weet ik gewoon niet. Maar het zou dus kunnen dat er eventjes geen vlog online komt. Misschien dat ik wel een extra video op ga nemen, dat zou ook nog kunnen. Dat is misschien sowieso wel leuk, want ik heb het al heel lang in gedachten om weer eens een update over Niels te plaatsen. Dus misschien is dat wel een heel goed idee. Hier, vaar! Hier is een mooi poppetje als broodje. Mama en ik hebben een lekkere salade. Hey, we hebben samen dit! Ja, lekker! We zitten even in de speeltuin. De andere twee zijn alweer verdwenen. Het zit bij de kapper. Lekker gezond. Dit is het eindresultaat. Ik wilde eigenlijk nog even filmen daar, maar dat ben ik vergeten. En vervolgens zat er een lespas me aan het niet downen. Dus uiteindelijk pas thuis. Maar goed, dit is het resultaat. Helemaal weer een beetje kan zien. Een beetje volume erin. Dus ja, helemaal happy. En nu gaan we zo nog even bananenbrood pakken. En dan komt Sven thuis. We hebben weer bananenbrood gebakken. En dat ga ik nu even in de bak doen. En de kinderen liggen net op bed. Waar Elin al iets langer, maar die slaapt nog niet. De kinderen liggen net op bed. Waar Elin al iets langer, maar die slaapt nog niet. En Sven is nog even bij Niels. Wat heb je soms? Ik laat ze nog een beetje afkoelen voordat ik ze in de koelkast zet. Anders dan worden ze een beetje plakkerig. Herkent u deze nog? Ik zit even oude nummertjes te luisteren, maar het is echt verbazingwekkend hoe goed die tekst nog kent. En waarom staat mijn hoofd dit op? Goedemorgen trouwens. Ja. Goed zo. Oh. Hallo. Rondjes draaien. Oh. Goed zo. Ja. Het is inmiddels bijna 12 uur. De mannen moesten even de deur uit. En Tante Webby moest in principe slapen tot 12 uur, maar dat heeft ze niet gedaan. Dus het is nu 11:30 of zo, kort voor 12, zoals rond 11:30 pakken. Wat betekent dat ik haar voor het eerst uit bed heb getild? Oh, dat was wel heel fijn. Ik weet niet of het wel heel
goed was. Maar het was wel heel fijn om er gewoon zelf uit te kunnen tillen. Dat lukt namelijk wel. En er gewoon even te knuffelen. Ja! Ben je kwijt? Dan krijg je nog een tandje. Ik heb er al 4. Is wel even genoeg. Zij gaan dus zometeen logeren bij mijn zwager met z'n drieën. Ik ga zo even mabbelen. Dus dat is eigenlijk mijn beste vriendje, Mieter. Maar die is nogal sterven van de kater. Dus, boef. Een boef. Dus die, ik zag mijn beste vriendje Mieter, maar die was een beetje sterven van de kater. Dus dat doen we even niet. Dus ik ga even met mama meeten. Niet al te lang. We gaan even lunchen en even met de Sarah en zo in. Gewoon eventjes. En dan, ja, dan ga ik ook op tijd weer naar huis. Ga ik even rusten voor de fiesta van vanavond. Met vriendin niet zoveel zin in. Het is takken weer. Oh, daar zijn de heren. Ja, net zo laat, hè. Net zo laat. 10 minuten. Zo, ik ga er vandoor even lunchen naar de stad met mama. Wij zitten lekker te eten. Het is wel die leuktijd. Ik ben even aan het passen bij de zagen. Ik vind het shirt wel leuk. Een beetje bij de mouw, maar ja. Lekker. Het regent zo hard, mensen. We staan hier nog onder een dakje, maar het is echt, oh, het is echt leuk. Echt vreselijk. Ik heb mijn haar al vast en ik heb een poncho van mama geleend. Aan het zien. Maar ja, moet je dit willen? Dat is een beetje de vraag. Dan wordt namelijk alles een zijknat, inclusief de broek en de schoenen die ik misschien vanavond aan wilde. Er kwam net een man voorbij in een wit overhemd. Dat was gewoon de Miss Wet T-shirt competition. Mama die is helemaal klaar voor, maar die wil niet gaan. Ik heb precies, we worden toch knap. Laten we maar gewoon erdoorheen. Oh jongens, ik ben zo nat geregend. Die wil ik niet meemaken. En ik had dus een poncho aan, hè. Maar ja, dit dus. En ik heb uiteindelijk mijn schoenen uitgedaan, along the way. Want als ik dacht, als ik die vanavond aan had, is het ook een beetje jong. Oh mensen, ik ga nu douchen. Oh ja, en een tip. Mocht je, zoals ik, die glycerinezeep gebruiken als wenkbrauwgel. Niet leuk als het regent, want dan komt de zeep in je ogen. Vandaar dat ik nu zo uitzie, want ik dacht, had het helemaal goed. Gedoucht en wel. Nu begin ik weer from scratch. Nou, tenminste, ik heb nu al mijn make-up en alles gedaan. Haar gefeund, maar ik wil er misschien een klein beetje een slag in maken. Een beetje op gaan schieten, want ik weet niet wat ik aan wil. En ik moet over 20 minuten de deur uit. En ook nog mijn spullen pakken. Dat is niet mijn spullen. Mijn tasje wat ik gewoon normaal heb is druifnat, dus even iets anders. Zo is wel een maaltje. En ik kreeg net een foto van de kids, dus dat is heel leuk. Gaat allemaal goed daar. Mijn haar nog niet helemaal goed droog gemaakt, het gaat een beetje... Ik dacht, ik laat nog even mijn outfit zien. Deze broek is van Stradivarius volgens mij. Schoenen weet ik even niet. Ga ik even kijken. En dit shirtje is ook van Stradivarius. De schoenen zijn van... Kunnen we iets zien? Ik weet het niet. Kan van alles zijn. Ja, dus dit is het geworden. En nu ga ik er snel vandoor. En ik denk dat jullie gewoon meenemen. Volgens mij gaan we niet echt verder dansen of zo. Dus. Maar ik denk dat je het wil. Wil gewoon in mijn eentje een beetje een beetje alles lekker. Ja. Dat is het. Kijk, ik zie wat jullie hier. Goedemorgen. Ik ben op zoek naar Mieter. Maar ik weet niet waar ze is. En ze is volgens mij vannacht bij me geweest. Normaal komt ze 's ochtends altijd meteen naar me toe gerend. Mietens. Toch ergens bij mij.
Mittens. Hi. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Was je dan toch hier? Ik zat je helemaal te zoeken. Ik dacht al. Want ik heb zeg maar eigenlijk sinds de operatie de... Sinds de operatie heb ik de slaapkamerdeur dicht. Omdat ja, ze echt natuurlijk niet op mijn buik mocht springen. Maar komt ze altijd 's nachts bij me liggen. Gaat ze liefst op mijn buik liggen. En vaak springt ze dan vanaf zeg maar beneden zo op mijn buik. Nou, je kan je voorstellen, niet het allerbeste idee. Maar ik heb hem sinds een tijdje, sinds de 6 weken grens, zeg maar, heb ik hem, 7 weken, 6 weken, weet ik niet, heb ik hem opengezet. Het is nu ruim een week of zo, maar ze is wel eens gekomen, maar nog niet zo heel vaak. Maar ik dacht, omdat ik vannacht alleen lag, dacht ik, nou, dan zal ze wel komen, maar ik heb het niet gemerkt, laat ik het zo zeggen. Maar blijkbaar zat ze hier dus wel, alleen dan ergens anders in de slaapkamer. Ik vond het gek, maar ik vond het soms meteen aan. Maar. Ik heb goed geslapen. Best wel lekker eigenlijk. Oh, de batterij is bijna leeg. Bij Sven en de kids gaat het ook allemaal goed. Dat is ook heel fijn. Ik weet niet hoe ze geslapen hebben, maar in ieder geval ging het gisteravond goed. Gisteravond was super gezellig. En nu ga ik ontbijten, me aankleden en dan sporten. En dan vanmiddag de verjaardag. Dus heb ik heel veel zin. Even de laatste dingen aan het opruimen, want we gaan zo naar de verjaardag toe. Het is echt een grote rotzooi hier. Ik had vanmorgen nog opgeruimd, maar het houdt niet op. Ik zal even mijn outfit laten zien. En ook achter me is het trouwens een zooi, want ik was bezig met mijn badkleding. Goed, ik heb dit shirtje aan van de Zara. Dat heb ik gisteren gekocht. En deze broek is ook van de Zara. En mijn Reeboks. En Eden heeft dit jurkje aan met van die kleine oogjes, knipoogjes, weet dat. Dit is van Name It. Superleuk. En schoentjes van Bobux en een grijs lengtje van H&M. En ze zit even heel verantwoord voor een filmpje. Want ze was even heel onrustig en ze moest gewoon even wat drinken. Maar dat wilde ze niet. En nu drinkt ze het gewoon en dat zit ondertussen in boekjes te bladeren. En zit ze mee te klappen als een liedje komt. Ze zit verder niet echt te kijken. Niels komt zo terug van de bios. Ja, beestjes. Niels komt zo terug van de bios. En dan gaan we de deur uit. Sven heeft het leven spullen uit de auto pakken. En dan kunnen we gaan. Ik heb hier het cadeautje. Ik wil het eigenlijk in de rugzak doen, maar dat past niet. En ik heb hier allemaal oude kleren van Niels voor hem. Die geef ik eigenlijk altijd aan hen door. Want zij vinden het heel leuk. Ik heb ook gezegd dat je hoeft je echt niet verplicht te voelen. Maar ze vinden het echt heel leuk. Dus nou, dan geef ik het door. En nu ik weet dat mijn broertje een jongetje krijgt. Zou ik natuurlijk ook kunnen wachten met doorgeven. Maar goed, het komt op een gegeven moment wel weer een keer terug. Ik vind het necessary. Maar ja, weet je, ik ga niet met 4 jaar aan babykleren in mijn huis zitten. En hij draagt het heel graag. Het staat hem heel leuk, dus dat is fijn. We zijn even aan het opruimen. Ik heb niet gefilmd op de verjaardag. Ik weet het niet meer. Ik heb niet gefilmd op de verjaardag. Maar het was heel gezellig. En ja, nu zijn we eens even aan het opruimen. Bijna alles is klaar. Behalve deze meehemden. Tafel is klaar. Ik ga even yoghurt maken voor Niels. We hebben wel blauwe bessen. Dan ga ik daar ook naar bed. Eden lag echt heel vroeg in. Die was echt helemaal broken. Maar Niels die viel in slaap. Zelfs aan het koken. Ik was nog even met Eden naar buiten gegaan. Omdat hij een beetje over de toeren was. En toen is Niels ondertussen op de bank in slaap gevallen. En dat was rond etenstijd. Dus die kregen we echt met moeite weer wakker. Maar die is nu al... Even power heb gedaan, dus ik ben helemaal klaar voor. Dus het is nu 8 uur, maar ik ga hem zo wel naar bed brengen. Goed. En dit zijn wel die momenten. En nu is het nog prima. Maar Eden heeft ook niet echt de fles gedronken. Ik twijfel ik altijd of ik hier toch nog om 11 uur moet geven. Even twee.
verjaardag was heel leuk. Het is ook heel leuk om ja, de interactie tussen kindjes. De enige ging dat high five met alle kindjes. Dat is wel leuk om te zien. Niels die speelt gewoon altijd heel relaxed en rustig. Op dit soort feesten en partijen. Alleen die eet gewoon zo honger. Ik ben even mijn badpak aan het vermaken. Ik heb een nieuw badpak gekocht. Volgens mij heb ik het ook wel laten zien. Deze. Niet uit te leggen op deze manier. Maar er zit in ieder geval zeg maar een soort lap voor mijn navel. En verder is het gewoon. Aan de achterkant is het eigenlijk gewoon een bikini. Maar aan de voorkant is het, zit er nog een stuk. Als soort badpak. Maar sowieso bikini's, badpakken is allemaal heel ingewikkeld. Want ik heb zeg maar grote borsten en een smal lichaam. Dus dat is altijd een beetje drama. Hier zitten, ik weet niet of ik een beetje kan zien, wacht ik mijn hand er even voor. Zo. Hier zitten een paar van die, ja, wat is het? Dat is zeg maar open, maar er zitten een paar touwtjes tussen gespannen. Maar die stonden best wel een stuk uit elkaar, waardoor mijn borsten er half uit hingen. Op dit moment. Dus ik heb nu, haal ik er steeds zeg maar ongeveer een centimeter, nou dat is meer dan een centimeter, maar een vrij groot stuk tussenuit. Dus dat heb ik nu bij 3 van de 4 al gedaan. En dan heb ik het opnieuw dicht gemaakt. Best wel trots op mezelf. Ik ga alleen nu nog even de onderste doen. Want het hoort eigenlijk een beetje taps toe te lopen. Of eigenlijk naar, boven toe uit, zeg maar. Dus ik dacht, dan doe ik die onderste nog even. En ik was aan het kijken. Want normaal gooi ik altijd, als je dan eventjes nou ja, van en naar het zwembad loopt. Of even... nou ja, iets gaat, weet ik veel, ergens heen loopt. Dan gooi je meestal, tenminste ik gooi meestal even iets over mijn badpak of bikini heen. Maar ook dat is allemaal echt veel te groot. Nu dacht ik, welke kan ik nou vermaken? De meeste eigenlijk niet, maar dan ga ik denk ik deze vermaken. Normaal vraag ik dit ook aan mama. Maar mama gaat bijna op vakantie. En mijn broertje is vannacht bevallen. Ik ben tante geworden. En heel leuk, maar het is al een beetje te vroeg. En nou ja, goed, laten we zeggen, mijn ouders gaan nu op vakantie. Of tenminste, die gaan deze week op vakantie. En die hadden verwacht, zeg maar, dan op tijd terug te zijn. Zeg maar, iets van 2 weken of zo voor de uitgerekende datum. Maar dat is allemaal niet helemaal gelukt. Maar goed, zij zijn druk met inpakken. Morgen passen natuurlijk nog op de kids. Dus ik dacht, ja, om ze nou nog te gaan vragen. Om mama nog te gaan vragen om het allemaal in te gaan nemen. Gaan we niet doen, maar zij heeft een naaimachine. Dus ik moet nu allemaal met de hand doen. Komt allemaal goed, maar dus moet ik een beetje creatief zijn. Want ik had bijvoorbeeld ook wel een jurkje wat ik op zich heel makkelijk met de naaimachine had kunnen doen. Want dan kon ik het gewoon allebei de kanten gewoon 5 centimeter af en was het goed. Maar deze ga ik anders doen, want dit is op zich een beetje een losvallend model. Maar ik dacht als ik hem nou... en ik vind hier als het los hangt, hè, begrijp me niet verkeerd. Want dat is het hele idee van zo'n jurkje, dat het gewoon lekker een beetje flowy is. Maar het moet niet zo zijn van... zeg maar, je ziet eerst een stuk badpak... En daarna pas het stuk wat eigenlijk op je borsten moet zitten. Snap je wat ik bedoel? Dus moet, zeg maar, moet wel een soort van zitten. Dus ik dacht, als ik nou dit gewoon wat inkort, die draden. Dan komt die automatisch wat hoger te zitten. Dus dan hoef ik hem niet zozeer in de breedte in te nemen. Dat is dan gewoon zo. Maar dat ik in ieder geval, ja, dat die in ieder geval gewoon ergens boven mijn... Zeg maar aan de bovenkant van mijn bikini hangt in plaats van zeg maar eronder. Want dat ziet er niet heel leuk uit. Dus dat wil ik even gaan doen nog. De kids zijn thuis en we hebben gegeten. En we hebben ze net gebadderd. Of nou ja, gebadderd eigenlijk onder de douche. Dat is misschien wel een leuke tip wat wij altijd doen. Als ze niet in bad gaan. En dat is eigenlijk meestal gaan ze onder de douche. Soms in bad, meestal onder de douche. Maar dan gebruiken we voor Elin wel het badzitje. Dit heb ik volgens mij gewoon besteld bij Prenatal of Bob.com of zoiets. Maar dit is echt een top ding. En zo zetten we haar dus in de douche. En dan ja, kan ze douchen, meedouchen zonder dat ze alle kanten op gaat. Heel handig. En natuurlijk allemaal speeltjes en zo erbij. Dus dat nu even opruimen. En dan is het bed uit voor de kleine enige op bed. Niels gaat zo naar bed. En ik ga de vlog afsluiten voor deze week. Ik hoop dat je het leuk vond. Volgende week gaan we... dat is een klein communicatiefoutje geweest. Waardoor wij een weekend zonder de kids hebben. Maar het is eigenlijk wel lekker. Want we hebben gewoon even een weekendje om rustig in te pakken. En we moeten een aantal andere dingen zien. Dus het komt eigenlijk wel goed uit. Maar het was een communicatiedingetje. Ik had gezegd, het is misschien handig als de kids vrijdag naar mijn schoonouders konden gaan. Omdat mijn ouders op vakantie zijn. Maar goed, het ging een beetje mis. Maar het maakt niet uit. Helemaal fijn. Weekend hier weg. Dus wij gaan even samen uit eten. En verder gaan we spullen inpakken. Dus ik neem jullie mee met het inpakproces van vakantie met het hele gezin.
Tot volgende week. Dankjewel voor het kijken. Doeg!